Beste leerlingen, vandaag zitten we bij les 9 in Wikiwijs, de voorlopers van de moderne kunst. Het is natuurlijk een beetje vreemd dat we zo door de tijd heen wandelen, hè, want van de periode tussen 1800 en 1900 hebben we nu de cultuur van de romantiek bekeken. Romantische schilders die op een andere manier kijken naar hun omgeving en naar de werkelijkheid en vooral heel erg bezig zijn met dingen die hun gevoel raken of hun fantasie raken. We slaan dan een aantal dingen over in deze tijd en komen dan uit op het eind van 1800 bij een aantal kunstenaars die wij nu vandaag de dag zien als kunstenaars die een hele belangrijke invloed hebben gehad op de moderne kunst. En wanneer spreek je dan van moderne kunst? Dat zijn eigenlijk kunstenaars die vanaf 1900 wonen en werken in Europa. Moderne kunstenaars. Nou, ik laat hier een aantal verschillende stromingen zien binnen dat post-impressionisme. Dat is de naam voor deze kunstenaars. En binnen het post-impressionisme heb je een aantal kunstenaars die belangrijk zijn. De namen staan hier Seurat, Signac, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Paul Cézanne. Daar gaat het voornamelijk over. Een paar dingen zijn belangrijk. Kunstenaars aan het einde van 1800... die zijn op zoek naar een andere manier van schilderen. Zij willen eigenlijk niet meer allemaal fantasieverhalen schilderen of klassieke thema's, maar ze zijn op zoek naar een nieuwe manier van vormgeven. En dat heeft onder andere te maken met de opkomst van de fotografie. Want op het moment dat jij een foto kan maken, kun je als kunstenaar afvragen, moet ik nou nog een heel realistisch schilderij maken of kan ik dat ook op een andere manier doen? Kunstenaars zijn op zoek naar andere manieren van schilderen. En daar speelt de Japanse kunst een belangrijke rol bij als inspiratiebron, maar ook primitieve kunst. We lopen even door de website heen. Ik laat een aantal dingen zien. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld zo'n schilderij, dan is dat een schilderij dat hoort bij het pointillisme. Wat doen die kunstenaars? Die hebben de overtuiging dat als je een schilderij maakt met allemaal kleine stippeltjes verf, en dat doe je met kleuren die soms heel contrastrijk zijn aan elkaar. En je gaat dan op een afstandje staan kijken naar zo'n kunstwerk. Dan krijg je het gevoel dat die kleuren samensmelten tot een nieuwe kleur. Hier zie je dat misschien een beetje beter. Dat betekent dat dit een hele bedachte manier is van schilderen. Je moet van tevoren heel goed weten welke kleuren samen op een afstandje een nieuwe kleur lijken te vormen. En je moet dan ook in jouw manier van schilderen een beetje tekenachtig schilderen. Kijk maar hier, je ziet dat elk vlak bijna een soort omlijnd is. Je kan het uitknippen, het is heel strak van vorm. En binnen die vorm zie je allemaal kleurnuances. Nou, de pointillisme is dus een manier van zoeken naar hoe jij kleuren door zonder ze te mengen vooraf en dan op een doek te smeren, hoe jij al die stippeltjes kleur samen naast elkaar tot een andere kleur kan laten lijken. En dat gebeurt dus eigenlijk in je hoofd. Wij nemen dat zo waar dat al die stippeltjes samensmelten tot een nieuwe kleur. Dat noem je de pointillisten. Nou, je hebt ook de kunstenaar Vincent van Gogh, die ken je waarschijnlijk wel hier, zo van de aardappeleters, van oorsprong Nederlandse kunstenaar. Die gaat op een gegeven moment naar Frankrijk en daar komt je een hele hoop nieuwe dingen tegen. Wat hij in Frankrijk onder andere tegenkomt, is Japanse prenten. Je ziet hier een portret van Per Tanguy, dat is de hoofdpersoon op dit schilderij. En op de achtergrond zie je Japanse prentjes. Japanse prentjes kon je in Parijs heel makkelijk kopen. Die kostten maar een paar frankjes per stuk. En Vincent van Gogh had een grote collectie van die prenten. Dan kun je natuurlijk afvragen, waarom koopt hij nou van dat soort van prenten? Nou, Japanse prentjes hebben een andere manier van vormgeven dan Europese kunstenaars gewend zijn. Japanse prenten zie je bijvoorbeeld weinig diepte, het is allemaal heel tekenachtig. En dat zijn dingen die zo'n Nederlandse kunstenaar als Vincent van Gogh eigenlijk helemaal niet kende. En voor hem wordt dat dan dus een inspiratiebron. Nou, op een moment dat je met kleur aan het werk bent, en dat geldt eigenlijk voor alle post-impressionisten, dan willen die eigenlijk met kleuren dingen doen die in werkelijkheid misschien helemaal niet kan zien. Want ze hebben het idee, met kleur kun je heel veel uitdrukken. En kleur kan veel gevoel overbrengen, emotie overbrengen. En het gaat dan vooral over de expressie van die kleuren. Hier staat een stukje over het Japonisme. Het Japonisme is de kunst die uit Japan komt.
En een hele hoop van die prenten, wat je hier ook ziet staan, zijn prenten die gedrukt zijn. Er zijn houten plaatjes waar voorstellingen in gesneden zijn en die worden in verschillende plaatjes laagje over laagje gedrukt. Dus elk onderdeel van het schilderij is een beetje vlak van kleur. En hier zie je kenmerken staan van die Japanse prenten, waar Vincent van Gogh dus dol op was. Hier een mooi filmpje over wat nou dat Japonisme is en hoe Vincent van Gogh daardoor beïnvloed is. Ik zou het heel goed gaan bekijken, heb je zo meteen nodig voor je werkblad. Wat leert er van de Japanse prent? Nog een ander mooi filmpje waar je ook een hele hoop dingen tegenkomt die belangrijk zijn bij de inspiratiebron van de Japanse prent voor Vincent van Gogh. Dan heb je hier Paul Gauguin. Paul Gauguin, dat is een kunstenaar. Hier zie je een zelfportret van hem die heel erg op zoek was naar hoe hij nou eigenlijk wilde leven. Hij is van oorsprong, geloof ik, een Parijzenaar die een gewoon gezin had, een familie had, die moest ook onderhouden. Maar hij heeft eigenlijk de hele boel in de steek gelaten, is op zoek gegaan naar delen in Frankrijk, onder andere Bretagne, waar mensen nog een beetje in harmonie leven met de natuur. Hier op de achtergrond zie je dat landschap met een kruisbeeld van Jezus, van het Bretonse landschap. Hij zoekt eigenlijk naar de religie van mensen, de drijfveer voor mensen om één te zijn met de natuur, verbonden te zijn met de natuur. En je weet dat in de 19e eeuw, dus 1800 en 1900, industrialisatie heel belangrijk wordt en mensen een beetje ontheemd gevoel krijgen. Ze zijn een beetje los van het land waar ze vandaan komen. Hij gaat zelfs nog een stapje verder. Hij gaat naar een kolonie in Frankrijk, de Stille Zuidse eilanden, en hij schildert daar de inheemse bevolking. En in de manier waarop hij dat doet hier, kun je zien dat alles wat een westerse kunstenaar heel goed kon, bijvoorbeeld ruimte maken met perspectief en heel natuurgetrouw schilderen, dat dat een beetje losgelaten wordt. En je ziet dat grote delen van die schilderij een plat vlak lijken. Nou, dat ziet er eigenlijk heel modern uit van vormgeving. Hier nog een ander schilderij, waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Gaat over de verbondenheid van de mensen op Tahiti met hun godsdienst, hun natuurgodsdienst, hun primitieve godsdienst. En Gauguin was daar enorm door gecharmeerd. Hij kon zijn eigen religieuze achtergrond niet goed loslaten. Hij was christen en je ziet ook in zijn schilderij soms wat christelijke motieven. Nou, Gauguin die wordt gezien als een voorloper van een latere stroming in de moderne kunst, waar het heel erg gaat over symboliek. Even terug naar Vincent van Gogh. Vincent van Gogh wordt gezien als een voorloper later in de moderne kunst van de expressionisten. Ik ga weer even door hier naar beneden. Dan zie je Paul Gauguin, symbolist, Paulette, net allemaal verteld. En als laatste kunstenaar Paul Cézanne. Paul Cézanne is weer een heel andere kunstenaar als Van Gogh en Gauguin. En ook heel anders dan de Pointillisten. Wat hij doet is op een andere manier schilderen dan westerse kunstenaars gebruikelijk vonden. Als je goed kijkt, zie je dat het een beetje een rommeltje lijkt. Die pot lijkt van boven geschilderd en die pot vanaf de zijkant. Hij mixt dus standpunten door elkaar. En dat is iets wat latere cubisten in de moderne kunst ook doen. Hij wordt dus gezien als een voorloper van de cubisten. Hij probeert vormen te vereenvoudigen, details weg te laten, maar hij is heel erg sterk in het componeren van al die verschillende onderdelen van een stilleven bij elkaar in één schilderij. Hij heeft ook veel geschilderd in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Aix-en-Provence. Ik ben er wel eens een keertje geweest daar met de fiets. En ik heb hier dan gefietst rond die Mont Ventoux. Dat is een enorme bult in dat landschap. En dan zie je ook dat dat landschap enorm vereenvoudigd is. Het zijn niet meer gedetailleerde huizen die geschilderd zijn, maar het zijn meer geometrische vormpjes. En die geometrische vormpjes zitten allemaal bij elkaar in warme kleuren op de voorgrond en op de achtergrond koudere kleuren. En dan lijkt het alsof er toch een soort ruimte zit in dat landschap, terwijl hij dat eigenlijk niet schildert. Hij wordt gezien als een voorloper van de cubisten. Hij rommelt met dat perspectief en hij probeert alles terug te brengen naar een soort van basisvormen. Nou, wat is voor jullie nu al de bedoeling? In deze website van Blogspot kun je ook deze kunstenaars terugvinden. Dat geeft een heel mooi beeld van ook de tijd waarin deze kunstenaars leven. Ik heb hier nog een aantal andere websites waar je ook nog informatie kan vinden. En in het werkblad, daar wordt eigenlijk aan jullie het een en ander gevraagd over deze kunstenaars uit het postmodernisme. Postimpressionisme. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat jullie met deze uitleg goed door deze pagina heen komen. Ik zal het werkblad ook nog even een nummertje geven, dat ontbreekt nog hieronder.
Dat wordt dan werkblok 9, want we zitten nu in les 9.